Ja, met deze prachtige Israëlische klanken zijn we hier te gast bij onze muzikus Boudewijn Zwart. Geweldig om je hier te mogen ontmoeten, Boudewijn. Ik heb de eer aan de kijkers voor te stellen een organist, een pianist, maar vooral een bijaardier. Bijaardier, ja. Geweldig. Bekend van de familie Zwart. De naam is bij ons natuurlijk al onbekend. Ja, mijn grootvader was Jan Zwart, de bekende organist. En is eigenlijk de pater familias geworden van een hoop zwarten die allemaal organisten zijn. Ik ben een beetje het zwarte schaap in de zwarte familie, want ik speel bijaard. Ik ken onder andere Everhard en Jan Quintus. Maar dat zijn? Dat zijn neven van mij. Dat zijn zonen van Willem Hendrik. Ik ben een broer van Jaap Zwart. En ik heb nog veel neven en die allemaal wel iets in de muziek doen. En nichten zelfs. Het is eigenlijk een hele muzikale familie. Maar er zijn er ook genoeg die helemaal niks in de muziek doen, hoor. Heerlijk om dat te horen. Ik hou van muzikale families. Hoe oud ben je? Hoe lang speel je al? Waar woon je? Kun je wat vertellen zo? Ja, ik ben 51 jaar jong. En ik ben al opa, dus dat is erg leuk. En ik speel nu ongeveer toch wel zo'n 30 jaar bijaard. En dat is eigenlijk ontzettend mooi om te doen. En ik ben hier in Dordrecht toch sinds 1993 bijaardier alweer. Dus dat is toch ook alweer ruim 20 jaar. Je bent in Dordrecht bijaardier, maar ik heb wel begrepen, je bent op meer plaatsen bijaardier. Ja, het is zo dat een bijaardier die heeft eigenlijk altijd verschillende plaatsen waar die speelt. Want het zijn allemaal kleine parttime functies. En het mooie van dat is dat je eigenlijk dan betaald wordt door de overheid. Maar het zijn eigenlijk allemaal kleine loonstrookjes die ik elke maand krijg. En ik speel dus onder andere ook in Amsterdam op de torens. De Westertoren en de Oude Kerkstoren. Maar ik speel ook in Gouda en in Schoonhoven. Dit is vandaag mijn vierde toren die ik hier speel. En ik heb in Bergambacht gespeeld vandaag. En in Schoonhoven en in Gouda. Nou ja, zo is er eigenlijk van alles wel. Altijd wel een dag dat je ergens op een toren mag spelen. Je bent altijd actief, altijd in de weer. Dat hoort ook een beetje bij muziek mensen, denk ik. Hè? Hoe ben je er zo toegekomen om juist voor het klokkenspel, voor de bijaard te kiezen, zeg maar? Nou ja, eigenlijk is het bij mij zo dat ik woonde in Amersfoort. En daar heb je de Nederlandse bijaardschool. En die hebben een echt carillon midden in het bos staan. En het wilde dat ik nog wel eens als jochie van 8, 9 jaar op een fietsje naar dat carillon daar fietste. En dan hoorde ik die klokjes. Maar ja, je mocht helemaal niet naar boven komen. Er stond een groot bord verboden toegang. Toen ben ik toch een keer naar boven gegaan. En daar zat de directeur, Leen het Hart. En toen zag ik hoe dat werkte met die stokken enzovoort. En ik vond het eigenlijk zo mooi. En toen zei hij, wie ben jij dan? Nou, Zwart. Oh, Zwart. Ben je familie van... dat is dan toch weer makkelijk. Ja, hoor. En nou, zo zei hij van, nou, weet je wat, ga maar in het hoekje zitten, ga maar kijken. En ik ben de hele dag wezen kijken. Ik was er niet meer weg te slaan. En een week later was ik er weer. En toen zei hij, ja, nou kan je niet elke week komen. Maar zorg nou eerst dat je volgroeid bent, want het is een groot instrument. Er kan eigenlijk geen kind op. Want die afstanden, ook naar de pedalen, zijn heel groot. En hij zei, zorg nou eerst dat je goed piano of orgel speelt. En toen ben ik piano gaan studeren in Amsterdam. En zo ben ik op een gegeven moment naar de bijaardschool gegaan. Heb ik daar een diploma voor bijaardier gehaald. Ja, fantastisch. Het lijkt me ook heerlijk om dat te kunnen doen. Je beheerst eigenlijk zo'n hele sfeer in de stad, hè? Ja, het is mooi dat je eigenlijk een hele stad onder een paraplu van bijvoorbeeld een geestelijk lied kan zetten. Nou. Of dat is eigenlijk heel mooi. En de mensen kunnen ook verzoeken indienen. Ik krijg ook heel vaak verzoeken. En dat kan heel erg variëren van een gewoon kinderliedje tot een prachtig lied uit Johan de Heer bijvoorbeeld. Dat kan eigenlijk allemaal. De kijkers gaan zo meteen genieten van het koor Presium in Dordrecht, onder leiding van neef Jan Quintus. En daarin ga jij ons ook verrassen met een ander, nog weer ander instrument. Want je zit nu ook achter een soort klokkenspel, maar vertel eens. Dit is een oefeninstrument, daar kan je op oefenen. Want ja, je snapt natuurlijk, op een toren kan je niet oefenen. En dan hoort de hele stad alle fouten die ik maak. Maar het instrument wat ik in Dordrecht met Presium bespeel is mijn eigen rijdende carillon. Dat is een concertcarillon. Dat is een instrument wat exact de kopie is van wat er in de toren hangt. Met dezelfde soort klokken, bronzen klokken. 50 stuks in totaal. Een totaalgewicht van 3000 kilo. En het instrument is opgebouwd in drie delen. Elk deel rij ik eigenlijk zeg maar de kerk binnen. En zo kan ik dan het instrument in elkaar zetten. En dan kan ik gewoon binnen op een carillon spelen. Gewoon samen met orgel of met koor of met wat dan ook.
Ja, Boudewijn, je kan natuurlijk heel enthousiast over je werk vertellen, maar veel mooier is het als een muzikus muziek maakt. Ik zou zeggen, neem nog even de tijd en maak een leuke uitleiding van je schitterend begonnen Jerusalem, Shel Sahaf. Het lied van de hoop, het lied van Israël. En we wensen je heel veel succes toe, ook in de toekomst. En wat ons betreft, bedankt. Dankjewel, graag gedaan.